Oké, okay, de nagel is dan met Fufu Pink. En voor de french ga ik met kleur 150 werken. Het is een getekende french dat ik ga doen. Dus ik neem een heel klein beetje kleur En ik probeer de french te doen. Niet perfect natuurlijk. Want daarna kom ik met een fijn pinceeltje. En ik doe ook de linkerkant. Die vind ik een beetje moeilijk. Ik ben even op de huid geweest, maar ja, niet erg. Ik ga gewoon keuzen. Oké, okay, ik heb zo'n soort driehoekjes getekend. En nu doe ik een beetje kleur hier op mijn flesje. Dat is heel, heel handig. En met die Taylor 2 ga ik mijn French strakker maken. Ik neem een heel klein beetje kleur. En ik ga proberen eh, de lijn mooier te tekenen omdat het puntje van het penseel zo fijn is, krijg je ook een heel, eh, heel mooie hele mooie, scherpe eh, hoekjes. Dus hier de andere kant ook van boven naar beneden. En als ik op het midden van de nagel kom, dan begin ik mijn, mijn boogje te tekenen. Ik probeer zo goed mogelijk te doen. Ik ga maar één laagje uh, kleur leggen, want uh, daarna kom ik met allemaal die vlekjes van de camouflage uh, pattern. Dus uh, het is niet nodig dat de nagels, dat de French zo perfect gedekt is. Nogthans vind, de, vind ik dat de dekking heel goed is. Ik vind dat ik aan deze kant nog een beetje meer moet. Je kan ook de hand van je klant omdraaien en controleren uh, van, de andere, van de andere kant. Als je tevreden bent, kan je even in de lamp voor een minuutje uh, gewoon laten uitharden. Uh, ondertussen heb ik hier deze kleuren voor de, voor de camouflage pattern: dat is uh, kleur nummer, uh, ja, ik heb ook mijn paletje. Ik ga alle drie kleurtjes hier doen. Dat is kleurtje nummer 43, dat is zwart. Daarna heb ik 118 zo'n uh, groen kaki, kaki groen en uh, 151 is een bruin. Jullie kunnen ook ja, andere combinaties kleuren doen, zoals misschien in de grijze tinten of in de blauwe tinten ook leuk. Uh, de, vlek, de vlekjes ga ik met de Omni tool doen, Het is dus een fijne uh, dotting tool. En ik ga beginnen met uh, de groene uh, vlekjes. Het zijn gewoon vlekken. Je kan um, op internet zoeken uh, naar camouflage. Uh, je zal superveel uh, voorbeeldjes vinden dat je kan gebruiken als inspiratie. Dus ik ga uh, een grote groene vlek hier doen. Het lijkt op een paardje. Oei oei, het is echt gelijk een paard. Oké, okay. maar niet uit. Dus uh... ik ga verder. Hier aan de rechterkant nog eentje. Je kan zo van verschillende maten, vlekken van verschillende maten tekenen op verschillende plaatsen van de nagel. Dan heb ik drie. Ik ga nog eentje hier op het topje doen. En als ik klaar ben eh, met de groene kleur, ga ik uh, de nagel in de lamp doen. Dus een beetje laten uitharden. Okay? Dus de volgende kleur is de bruin. Dus ik probeer altijd zo van licht naar donker te gaan. Dus de laatste kleur zal sowieso eh, zwart zijn. Hier teken ik nog vlekjes. So, een paar bruine vlekjes. Als de design klaar is, gaan we eh, vier kleurtjes zien. Dus, oh, dat lichte dat beige, dat is uh, 150, en dan ga je de groene kleur en de bruine en de zwarte kleur zien. Deze design is, uh, kan je heel snel doen. Het kan voor korte nagels of voor lange nagels ook. Je kan uh, in French doen, maar je kan ook uh, heel de nagel gewoon uh, met deze pattern uh, doen. Het moet niet per se in French te zijn. Dus nu ben ik bezig met de laatste kleur. Dat is zwart. Hier een beetje op mijn paardje. Nu is het gelijk de zadel van het paard. <laughs> het is niet expres gedaan. Het is gewoon zo gekomen. Echt waar. Dus hier nog een beetje zwart. E, als we klaar zijn, ga ik nog een topcoat leggen. Het kan ja, een matte topcoat zijn of een, uh, een glossy. Het is gelijk wat jullie willen. Deze tekening kan je ook met gel color doen. Maar ik vind met gel polish heel makkelijk, want uh, de vlekjes komen uh, heel plat. Dus je hebt bijna geen uh, dat 3D-effect van de gel color. Oké, okay, dit is de laatste en we gaan uitharden en matte topcoat leggen. Deze topcoat is echt fantastisch. Eh, als je ziet dat je topcoat een beetje blinkt, het is omdat het omdat het matte pigment in de bodem van de fles is. Dat is gewoon een beetje schudden. Eh, Oké, okay, ik ga klinsen met een beetje alcohol. Kijk eens hoe mooi mat hij komt. En wij gaan steentjes plakken. Also, voor de steentjes, jullie weten de sticker. Ik ga werken met deze witte parels. Ik probeer weinig product te doen hier aan de rand van de wij bijna klaar zijn. Dit is het resultaat, meisjes. Uh, ik zie jullie volgende keer. En bye bye, bye bye, bye bye.